Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme en in de podcast van vandaag gaan we het hebben over de narcist en magische seksuele krachten. Hebben narcisten magische seksuele krachten? Als je ooit een relatie hebt gehad met een narcist, weet je dat het geen normale wandeling in het park is. Waarom was de seks dan zo geweldig? Waarom, zelfs na jaren van afwezigheid, nadat je eindelijk de stukjes van je hart weer in elkaar hebt gezet, na stapels zelfhulpboeken, waarom denk je er dan nog steeds aan? Waarom verlang je er nog steeds naar en voel je je gek als je er naar verlangt? Was het echt zo goed of heb je jezelf er gewoon van overtuigd dat het zo was? Houd die gedachte even vast, want daar ga ik het later meer over hebben. Maar laten we eerst praten over wie de narcist is en waarom hij of zij zo verleidelijk is. Wie is een narcist? Nou, strikt genomen is een narcist iemand die voldoet aan de diagnostische criteria voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hè? En daar staat de DSM-5 voor. Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, om die diagnose te krijgen, moet 5 of meer van de volgende symptomen vertonen. Een grootse gevoel van eigendunk. Preoccupatie met fantasieën over onbeperkt succes, macht, schoonheid of ideale liefde. Geloven dat iemand speciaal is en alleen kan worden begrepen door of geassocieerd met speciale mensen of instellingen. Een behoefte aan buitensporige bewondering, een gevoel van recht op een speciale behandeling, hè, uitbuiting van anderen, afgunst op anderen of de overtuiging dat iemand het voorwerp van afgunst is. Arrogant, hooghartig gedrag of een houding daarvan. Goed, slechts een klein percentage van de bevolking tussen de 0,5 en 1% voldoet echter aan de klinische criteria. Ja goed, hoe is dit mogelijk? Er zijn zoveel boeken, artikelen, blogs, YouTube-video's gewijd aan narcisme. En het lijkt erop dat elk ander meisje een verhaal heeft over een liefdesverstrengeling met een narcist. En ik bedoel, zijn we allemaal gek of zijn er veel meer van deze, ja, narcisten op de loer dan dat wat de statistieken ons willen doen geloven. Het feit is dat narcisme op een continuum bestaat. Dus we komen meestal geen narcisten tegen. We komen een narcistische persoonlijkheidstype, een minder ernstige vorm van narcisme tegen, of mensen met narcistische trekken. Dat betekent echter niet dat ze minder emotioneel beledigend zijn, hè? Maar ja, om het simpel te houden noemen we ze allemaal maar narcisten. Maar wat is de aantrekkingskracht van de narcist? Ja, als cultuur zijn we gefascineerd door de tussen haakjes slechterikken. We houden van niets liever dan ons te verbazen over psychopaten, seriemoordenaars, moordenaars, pedofielen, sekteleiders. We creëren mythologieën om hen heen. Een narcist is gewoon een andere mythologische figuur in onze cultuurpantheon die we hebben doordrenkt met vreselijke, maar ook krachtige en zelfs magische eigenschappen. Ze zijn sluw en bedriegelijk, charmant en charismatisch, meedogenloos en egocentrisch. Ze zijn de duivel, de antithese van alles wat goed en moreel is. En we weten allemaal dat de duivel verleidelijk kan zijn, toch? Goed, er zijn 3 redenen waarom narcisten zo verleidelijk zijn. Nummer 1, narcisten kunnen verleidelijk zijn omdat ze zelfverzekerd en assertief overkomen. Ze hebben een verhoogd gevoel van eigenwaarde en in sommige gevallen zelfs grootsheid. Zeg wat je wilt over narcisten, maar zelfvertrouwen is heel erg sexy natuurlijk, hè? Maar houd er rekening mee dat narcisten zich van binnen vaak heel kwetsbaar en onzeker voelen. Nummer 2. Narcisten kunnen verleidelijk zijn omdat ze waarschijnlijk succesvol zijn. Onderzoek toont aan dat narcistische eigenschappen zoals een opgeblazen ego, rechten en een behoefte aan bewondering narcisten tot succes drijven. Ze zijn ook zeer gemotiveerd, veerkrachtig, niet snel afgeschrikt door afwijzing en kalm onder stress. Dat is natuurlijk ook heel aantrekkelijk.
Een derde aantrekkingskracht is, ze kunnen ook verleidelijk zijn omdat ze over het algemeen een goede lichaamsbouw hebben. Net als de spreekwoordelijke Narcissus, hè, de Griekse god, zijn narcistische mannen en vrouwen verliefd op hun eigen spiegelbeeld en besteden ze veel tijd aan hun uiterlijk. Ze kunnen geobsedeerd zijn door sporten, uitgebreide huidverzorgingsroutines, hebben vaak plastische chirurgie ondergaan, hè, of van die dure cosmetische ingrepen, hè, zoals botox, noem maar op, of fillers, of ze gaan regelmatig naar de sportschool. Goed, de verborgen narcist is veel meer bezig met het gezicht, niet zozeer met het lichaam. Goed, dan hebben we de seksuele gewoonte van narcisten. Ja, seks met een narcist kan goed of zelfs geweldig zijn. Laten we echter deze waarheid goed rechtzetten, want narcisten kunnen in bed heel beledigend, egoïstisch en terughoudend zijn. Het zijn waarschijnlijk vrouwenhaters die vrouwen zien als goudzoekende, ja, hoeren of smetteloze madonna's. Narcisten zijn gebruikers en ze gebruiken ook seks. Ze gebruiken het als een verlengstuk van hun ego, als controlemiddel of zelfs als wapen. Ze zullen waarschijnlijk aandringen op seks, hè, na een eerste date. En om dat te bereiken zullen ze ongelooflijke verliefdheid en verlangen stimuleren. Dat gebeurt vaak tijdens de liefdesbombardementen, de lovebombingfase. Ze stellen hun behoeften voorop en doen alleen wat goed voor hen voelt. Seks met een narcist kan mechanisch, losgekoppeld en afstandelijk aanvoelen. Je kunt daarna ook een eigenaardig gevoel van leegte ervaren, hè? Dat klinkt niet als een geweldige minnaar, toch? En toch kun je nog steeds verslaafd zijn aan de seks. De belangrijkste reden waarom je verlangt naar seks met je narcist. Denk terug aan de tijd dat jullie samen waren. Hoe was het? Wat voelde je? Voelde je geliefd, veilig en gelukkig? Of voelde je je chaotisch? Het ene moment uitzinnig, het andere moment verwoest, gedevalueerd, nooit zeker zijn van wat de toekomst biedt, krijg je nooit genoeg. Je mentale toestand tijdens de relatie is eigenlijk het antwoord op de vraag waarom je naar seks met een narcist verlangde of nog steeds hunkert. Stel je voor dat je uitgehongerd was en dan vond je een stuk oud, heel oud brood. Dat brood is het eerste voedsel dat je in weken hebt gezien. Met trillende handen pak je het brood op en neem je een hap. En je denkt bij jezelf, dit is het meest ongelofelijke dat ik ooit heb geproefd. Nou, dat voorbeeld, hè? Seks met een narcist lijkt veel op dat voorbeeld. De narcist houdt je in een staat van bijna honger. Hij of zij is in het begin aanhankelijk totdat de gehechtheid stolt. Dan zal de narcist je alleen maar kruimels van genegenheid geven. Dus je bent zo hongerig en wanhopig op zoek naar die kruimels. Ze voelen geweldig en heerlijk en voortreffelijk. Combineer dat met het natuurlijke charisma van een narcist en wat traumabinding. En je hebt een geestdodende, betoverende, door oxytocine aangedreven verslaving aan een narcist. Het kan hartstochtelijk, intens, bedwelmend aanvoelen en je denkt dat je een echte seksuele chemie hebt met een narcist. Maar het enige wat je niet met hen kunt hebben is een echte liefdesband. Het zal altijd leeg aanvoelen en die leegte zal je in eerste instantie verbazen. Misschien heb je een orgasme of twee gehad, hè? Je moet je helemaal tevreden en gelukkig hebben gevoeld en toch voelt er iets niet goed. Je kunt geen naam vinden voor dit gevoel, dus je probeert het weg te jagen, maar het is er. Het is er altijd. Het is als verlangen naar iets dat je niet kunt identificeren, een vreemd en afschuwelijk gevoel. En dan zul je je realiseren, niet meteen, maar na enige tijd, hè, dat de geweldige seks slechts een illusie was die je hebt gecreëerd, zodat je niet zou hoeven
toegeven hoe eenzaam, verward en bang je je voelde met een narcist? Ja, dit is een vraag die heel vaak is gesteld. En ik kan hier niet een super uitgebreide podcast over maken van een half uur of een uur of zo. Maar ik dacht van nou, ik moet deze vraag toch beantwoorden. En om het in de comments achter te laten, dat is ook niet goed genoeg. Dus ik dacht van ik maak hier een korte podcast over voor jullie. En ik hoop dat het interessant is, want deze vraag is zo vaak gesteld. Dus ik hoop dat dit je vraag beantwoordt. En deze podcast die ik nu maak, zo'n korte podcast, die zal ik wat vaker uploaden op een dinsdag of een woensdag. Hè, en dan vrijdag de langere versie altijd. Maar dat ik in ieder geval door de week heen ook nog een korte podcast upload. Hè, met een vraag die ik heel vaak terugzie. Dus ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag, lieve mensen. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube-kanaal. Abonneer op het kanaal, like deze video en blijf vooral je comments achterlaten via het YouTube-kanaal. Bedankt voor het luisteren voor vandaag, lieve mensen, en tot de volgende keer.